Er is een overtuiging die een enorme valkuil vormt in heel veel mensen hun liefdesleven. En met deze video wil ik voorkomen dat jij in die valkuil kukkelt. En als je het advies opvolgt, zal je jezelf een hele hoop ellende besparen en zullen je relaties veel sterker en dieper worden. En heb je een grotere kans dat jij een liefdevolle relatie krijgt met een man en die ook weet te onderhouden. De valkuil luidt als volgt. Door moeilijke onderwerpen niet te bespreken uit angst om hem te verliezen, is de kans juist groter dat jullie uit elkaar gaan. De relatie is een soort kamer waar jullie je allebei in bevinden. Op het moment dat er een olifant in die kamer gaat staan die jullie allebei negeren en niet benoemen, voelen jullie allebei dat er iets niet klopt. Maar omdat jullie het niet benoemen, verliezen jullie het vertrouwen in elkaar. Je hebt zoiets van, de ander doet niet echt moeite om die olifant te benoemen. En daardoor heb je het gevoel dat ze wellicht ook geen moeite meer doen voor jou, voor de relatie, geen inzet meer tonen of jou misschien niet meer zo leuk vinden. En daarnaast is het zo dat jij jezelf traint om moeilijke gesprekken uit de weg te gaan, waardoor je toegeeft aan de angst. Je voedt een patroon dat de relatie niet dient. En hierdoor leer je niet de cruciale vaardigheid om door moeilijke momenten heen te gaan, dat bespreekbaar te maken, problemen op te lossen en obstakels te overwinnen. Wat ervoor zorgt dat de eerste olifant blijft bestaan en schade aanricht, maar er vervolgens ook nog eens meer olifanten de kamer in kunnen komen, tot je een hele kudde hebt en die kamer onbeleefbaar wordt. Waardoor jullie wellicht uiteindelijk geen andere uitweg meer zien dan de kamer te verlaten en op zoek te gaan naar een nieuwe partner en een nieuwe kamer, tot ook daar de olifanten weer een intrede doen. De manier om dit te voorkomen is door vanaf moment 1 tijdens het daten een fundament van open, eerlijke communicatie te leggen. Als er iets is wat niet helemaal lekker zit, durf dat aan te kaarten. Durf het gesprek aan te gaan. Zodat jij laat zien dat je een eerlijk en open persoon bent die het beste bij de ander naar boven wil halen. Die het beste voor de relatie wil en het beste voor jezelf wil. Je laat dan een toewijding aan jezelf zien, wat je niet alleen een ontzettend aantrekkelijk persoon maakt, maar je creëert dan ook een liefdescultuur waar jij en de ander vertrouwen in elkaar kunnen hebben. Dat jullie de relatie niet in het slop laten komen. Dat jullie een sleur weten te doorbreken. Dat jullie moeilijke momenten bespreekbaar durven te maken. Daardoor heen kunnen komen. En daardoor de relatie een grotere kans van slagen heeft. En dit zorgt ervoor dat hij je ook meer zou gaan bewonderen voor wie je bent. Omdat jij een frisse wind bent in de datingcultuur, waar iedereen een beetje vaag doet over zijn intenties, het koeltjes probeert te spelen en maar meegaat met allerlei situaties als friends with benefits-achtige relaties, en terwijl ze daar eigenlijk helemaal niet tevreden mee zijn. Als jij durft uit te komen voor wat je wil en wie je bent, maar niet op een bittere manier waarbij je de hele tijd de ander waarschuwt dat hij geen spelletjes met je moet spelen of wat dan ook. Nee, vanuit kalmte en vertrouwen en plezier, zodat je laat zien hoe mooi het leven samen met jou kan zijn, dan ben je een ontzettend aantrekkelijke vrouw die zich onderscheidt van de massa. En hierdoor zal een man niet alleen oppervlakte aantrekkingskracht bij jou ervaren, hoe je eruit ziet en hoe gezellig die het met je heeft, maar je gaat bewonderen voor wie jij bent als persoon, zodat er diepe aantrekkingskracht kan ontstaan. En mocht jij nu al in een relatie zitten en een bepaald momentum hebben gecreëerd in die relatie waarbij jullie aardig wat olifanten in de kamer hebben gelaten, weet dan dat het nooit te laat is om een nieuw begin te maken. Om de relatie 2.0 te beginnen. Durf die eerste olifant aan te kaarten. En niet op een manier dat je direct de relatie bedreigt en gaat zeggen, hé, er is van alles mis en ja, als we dit niet oplossen, moeten we maar uit elkaar gaan. Spreek vanuit een vertrouwen in jezelf en de partner. Vertel hem van, hé, weet je, ik heb eens nagedacht over bepaalde dingen waar ik in mijn hoofd veel mee bezig ben. En ik merk dat dit me wat onrustig kan maken, een beetje stress oplevert. En je bent mijn partner, ik wil het beste voor ons beiden. Ik ben toegewijd aan deze relatie, dus ik wil je meenemen in mijn gedachten, zodat je weet wat er bij mij speelt. Wat ik opmerk in onze relatie, is dat dit en dit niet helemaal lekker loopt. En ik merk dat ik dit jammer vind, omdat ik meer plezier met je zou willen hebben. Met je wil genieten van het leven. Hoe zie jij dit? Zorg je bij dat je uit verwijten blijft, zodat je partner zich niet aangevallen voelt en zich ook niet hoeft te verdedigen. Door iets te beschrijven wat jij van binnen meemaakt en hem uit te nodigen in jouw belevingswereld, bouw je aan een vertrouwen. Laat je zien dat jij bereid bent om jezelf kwetsbaar op te stellen en doe je een handuitreiking naar hem om hetzelfde te doen. En nu komen jullie in een energie terecht waarbij jullie open en eerlijk met elkaar communiceren
ondanks dat jullie dat wellicht al jaren niet meer gedaan hebben. En dit hoeft allemaal niet in één keer voor complete verandering in de relatie te zorgen. Je plant hier alleen het zaadje waarbij je een nieuw relatiepad laat zien, wat anders is dan het momentum waar jullie de voorgaande maanden of jaren in vastzaten. En laat zien dat er weer een nieuwe mogelijkheid is om jezelf te ontdekken en elkaar weer te helpen om het beste in die relatie naar boven te halen. En dit zorgt ervoor dat je wellicht kanten van je partner ontdekt waar je zelf ook niet meer van wist dat hij ze had. Nu, ik kan begrijpen dat jij wellicht met bepaalde twijfels, onzekerheden of angsten zit, waardoor je dit soort gesprekken niet durft te voeren. Dus durf echt voor de liefde te kiezen zoals dat in potentie kan zijn. Durf jouw eerlijke mening te geven en een nieuwe standaard van communicatie te geven. En bovenal, weet dat het nooit te laat is om die olifant in de kamer te benoemen. En wellicht is dit de boodschap die jij op dit moment nodig hebt om dat gesprek aan te gaan. Mocht deze content je nu helpen, geef dan deze video een like en abonneer op dit kanaal, omdat je mannenbrein daar weer gigantisch mee helpt en je ervoor zorgt dat deze boodschap bij meer vrouwen terechtkomt die wellicht tegen dezelfde problemen aanlopen. En als er een onderwerp is of een vraag waar jij mee zit, waar je graag een video over zou willen zien, laat het me weten in de reacties. Ik lees alles en reageer op alles. Wellicht zie je jouw vraag of opmerking terug in de volgende video. Dat was hem voor nu. Dikke kus van oma Mattie en heel veel succes bij het voeren van dat gesprek. I,